Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Straks onze kritische vrienden. We gaan praten over statushouders en wat daar allemaal rondomheen speelt op dit moment in de actualiteit. Nu eerst twee mensen die betrokken zijn bij de Rotary hier in Tiel. Jan en Remy. Ik zeg het goed, hè? Heel goed, ja. Dank je. Binnenkort is er weer een hele mooie activiteit. Vertel er eens over, Jan. Ja. Op dinsdagavond 1 maart organiseert de Rotary Club 1 maart? Op 1 november aanstaande organiseert de Rotary Club Tiel een restaurant. Dat hebben we al een keer eerder gedaan. Waarbij we een hele gezellige avond maken voor mensen die met ons mee willen doen. Die willen inschrijven voor de avond. En al het geld, of grotendeels het geld, gaat richting het goede doel. Ja, de eerste keer dat ik daarvan hoorde, hè, restaurant. Remy, toen dacht ik aan Europa Run, gaan we rennen? Wat gaat er gebeuren? Nou, deels wel, je hebt gelijk. Het concept betreft 5 restaurants die deelnemen in het centrum van Tiel. Mm-hmm. En iedereen begint bij 1 restaurant en iedere gang wordt bij een ander restaurant genuttigd. Dus we gaan eten? Ja, we gaan eten, ja. En we gaan rennen tegelijkertijd. Ja. Maar rennen hoeft niet rennen te zijn, maar het wandelen tussen de restaurants. Ah. En we eindigen met z'n allen op 1 locatie. Dus alle deelnemers gaan na de 4 gangen komen bij 1 restaurant terecht. Wat een leuk idee. Waar komt dat vandaan? Dat is bedacht binnen de club om te kijken hoe we op een of andere manier geld zouden kunnen genereren op een leuke manier. In de zin dat de mensen zelf ook een leuke avond hebben en dat ook het goede doel erbij geholpen is. Ja, en over dat goede doel gesproken, Remy? Ja, dat is het geld wat we ophalen, dat gaat naar het Toon Hermanshuis. De club heeft een jaar, 2, 3 geleden is het initiatief gestart om het Toon Hermanshuis in Tiel op te zetten. Gerelateerd aan en alles voor kankerpatiënten. Ja, we hebben dat met de Regio TV uitgebreid over gezien. Maar goed, je moet daar natuurlijk als club ook een meerjarige commitment aan geven. Anders kun je het geheel niet. Het is heel succesvol. Hoe gaat het met het Toon Hermanshuis? Gaat goed. Het is heel mooi. Het Toon Hermanshuis is in februari 2015 opgericht. En we zijn nu ruim 1,5 jaar verder. Er zijn al heel veel mensen die zeer regelmatig gebruik maken van het Toon Hermanshuis. Er zijn heel veel activiteiten. We hebben de nodige vrijwilligers die echt heel hard hun best doen. Dat is echt een prachtige inzet die ze doen voor dat huis. En het huis groeit. De mensen die er komen. Maar dat was ook het doel, hè? Dat was ook het doel. Ja. Nou, mooi. En we willen dat heel graag ondersteunen. Want het is echt een belangrijk inloophuis in Tiel. Er zijn natuurlijk meerdere inloophuizen in Tiel. Maar dit is echt een inloophuis voor mensen die in aanraking komen met kanker. Of ze het nou zelf hebben of de familie. Ja, mooi dat het er is. Prachtig. En moet vooral dus ook blijven. Moet ook blijven. Jullie maken de haard voor. Even weer terug naar het concept. We beginnen dus in het begin van de avond. We delen alle deelnemers op in groepen. Die beginnen in verschillende restaurants. De restaurants doen ook mee om eigen redenen. Hè. Nee, dus jullie hebben zelf zeg maar die restaurants benaderd. Maar waarom doen ze dat? Waarom doen ze nou mee? Is dat puur uit commerciële oogpunt? Of hoe moet ik dat zien? Een mix. Het zijn uiteenlopende redenen. Heel mooi hoor. In de zin van nieuwere restaurants die denken, wij willen graag meer bekendheid krijgen in Tiel. Maar ook restaurants die heel betrokken zijn, hè, bijvoorbeeld in de familie, waar ook kankerpatiënten zijn. En zeggen van, ik wil meedoen vanuit dat ideologie. Dus het maatschappelijk verantwoorde ondernemen is zeker een belangrijk iets wat meespeelt. Restaurants die maken ook echt hun eigen, hè, dus los van wat er op de kaart staat, gaan ze aparte dingen doen om die avond een speciale avond te maken. Dus het is niet zo van hier heb je een pizzapunt, even onder jullie gezegd. Dus we proberen echt uit te pakken die avond. Mooi. Dat moet ook een feestelijke avond zijn voor iedereen die meedoet. Tuurlijk. En je mag meer verwachten dan dat er normaal gesproken op op de kaart staat. Er is al eerder eens zo'n restaurant geweest. Hoe is die bevallen? Heel goed. Ik bedoel, de deelnemers die meededen, die waren zeer enthousiast. Ook wij waren enthousiast. En de laatste keer is er daarna ook nog een veiling geweest, wat ook erg leuk was. Maar het mooie is dat de mensen of binnen hun eigen groep of vriendenkring of bedrijfsgroepje kunnen eten. Je kan ook mengen met iedereen. Mm-hmm. Maar het allermooiste is eigenlijk die finale s'avonds waar iedereen bij elkaar komt. Dan hangt er een hele mooie sfeer. Dat is echt leuk. En waar vindt dat plaats, die finale? Als ik dat mag zeggen, dat is bij de 3 zussen. Oh, boven, aan de Waal. Mooie locatie. Prachtige locatie. Dus. Op de bovenzaal waarschijnlijk. Ja, op de bovenzaal. Met uitzicht over de Waal. Met uitzicht over. Ja, met een heerlijk dessert. Mensen die moeten zich inschrijven. Ja.
wat voor soort mensen zijn dat? Is dat van allerlei pluimage of hoe zit dat in elkaar? Dat is heel divers. En dat is ook juist het leuke van zo'n avond. Hè. Iedereen nodigt vrienden of bekende of zakelijke relaties uit. En daardoor krijg je een hele gemengde groep. Die ook persoonlijke of zakelijke interesses heeft. En het begint allemaal bij respect de leden van onze club die mensen en zakelijk en relaties en vrienden uitnodigen. En het eerste jaar dat we deden hadden we ongeveer 80 deelnemers. Vorig jaar was het 120. Ja. En we verwachten dit jaar bijna 150 deelnemers. Ja. Dus het is echt een groeiend event. En ik hoop dat we de komende jaren verder kunnen uitbouwen met meer. En daarmee zet je meteen ook die Rotary op de kaart. Hè? Er wordt nogal wel eens gezegd over een Rotary in zijn algemeen. Of nou is een surfclub en die doen een keer en babbelen. Maar het is natuurlijk wel hartstikke leuk. Nou, weet je, als ik daar maar op... We zijn echte doeners hoor. Ik bedoel, dus geen jij noemt dat. Ik weet niet wat je nou net zei. Zijn je een surfclub? Ja, een surfclub. Ik zal dat groots nemen, maar het is echt een actieve club. Waar ook heel veel jongere leden lid van worden. Het is een gemengde club, er zijn ook dames lid van. En met z'n allen proberen we zoiets te maken. Binnen een club wordt er een commissie gemaakt die dit allemaal doet. Jullie denken ook naar als Rotary anno 2016 en eigenlijk in deze tijd. Ja, hoe kunnen we zeg maar maatschappelijk goed bezig zijn? Ja. Je moet meegaan met je tijd. Dat is natuurlijk wel een oud instituut. Maar je moet meegaan met zijn tijd. En wat dat betreft hebben dat dus die restaurant uitgevonden. En by the way... Zag ik dat nou goed? Dat weet ik niet of je dat zo noemt. Je keek recht in de kamer. Ik keek recht in de kamer, oké. Maar de entreeprijs is €55. Dan krijg je ook per gang een drankje bij deze vier gangen. En je kan je dus inschrijven via een website, als ik dat mag noemen. www.etenvoorhetgoededoel.nl, zo heet dat mooi. www.etenvoorhetgoededoel.nl. En dan kan je inschrijven, .nl. Dan kan je inschrijven. En dan krijg je vanzelf bericht waar je moet zijn voor het eerste restaurant. Is het nog een verrassing? En de volgorde is ook een verrassing. Wordt pas na het eerste gerecht wordt gezegd wat het volgende restaurant is. En zo gaat het door. Wat een leuk concept. Weet je wat leuk is, Rini, ook nog als je het hebt over het suffen van de club, wat jij zegt. Hè? Kijk, vroeger was denk ik, en nog steeds misschien, staat de Rotary bekend als een club die geld inzamelt en dat doneert aan. Mm-hmm. Maar we doen het tegenwoordig heel anders. Als je kijkt naar hoe we het Toon Hermanshuis doen, we doen het met z'n allen. Ja. We hebben er uren in gestoken, we hebben materialen gedoneerd en we halen geld op. Dus die betrokkenheid van die club die is veel meer vandaag de dag in de zin van persoonlijke betrokkenheid, dan dat het geven van een cheque is wat denk ik veel mensen nog steeds denken dat Rotary is. Nou, een voorbeeld daarvan is natuurlijk ook dat jullie hier zitten, hè? Ja, dank je. Dat willen we ook graag uitdragen. Nog even kort samengevat, Remy. Wanneer gaat het precies plaatsvinden? 1 november, dinsdag. Inschrijven op www.etenvoorhetgoededoel.nl. Verder is het een verrassing en een feest. En het heeft als goede doel Toon Hermanshuis in Tiel. In Tiel aan tafel, nu tijd voor onze kritische vrienden Jan en Mark. Van harte welkom. Statushouders, daar is natuurlijk nog best wel wat over te doen. Zij krijgen begeleiding. Is dat een goed plan? Op zich wel, maar niet zoals men het nu aanpakt. Leg even uit, voor mensen die dat niet precies weten, hoe zit het in elkaar op dit moment? We hebben afgelopen weekend in de Gelderlander gelezen dat er een coördinator komt voor statushouders. Om te zorgen dat alle activiteiten die er worden gearrangeerd rondom statushouders om zo snel mogelijk tot werk en tot integratie te komen, dat men dat regionaal gaat coördineren en dat alle activiteiten op elkaar afgestemd gaan worden. En jij vindt dat een slechte zaak? Ik vind het als activiteit goed, maar in het geheel vind ik dat heel erg slecht. Waarom? Leg uit. Want er is al tijdenlang enorm weinig draagvlak voor de aanpak van vluchtelingen die in Nederland worden opgenomen. Dat zie je verder in Europa ook, dat de draagvlak slecht is. En het commentaar wat daar constant op geleverd wordt, dat is het commentaar dat voor statushouders, voor vluchtelingen, heel veel gearrangeerd wordt. En dat voor mensen die al jaren in Nederland wonen, die hier met problemen zitten, bijstandsuitkeringen, langdurig werkelozen, dat daar dat soort zaken niet voor gearrangeerd worden. Een coördinator, goed idee. Jan, wat vind jij daarvan? Op zich kan niemand daar tegen zijn. Ik denk dat alleen op dit moment zijn de gemeentes in de Rivierenland nog steeds niet in staat om voldoende statushouders die afgesproken zijn landelijk, om die dus op te nemen. Dus misschien lopen ze iets voor het verhaal uit. Nou, het is ook niet echt meer nodig, hè? Nou, dat het niet nodig is, is natuurlijk een ander verhaal. Ik denk als je statushouders gewoon in je regio hebt,
moet je komen met een plan wat ergens over gaat. Dus dat betekent gewoon, heel vaak worden dan dat soort nieuwe ideeën, die worden dan opgelaten. Dat hebben we ook gezien met al mogelijke werkloos- of werkgelegenheidsprojecten. Die worden dan opgestart, geweldige ballon wordt opgelaten, hoogwaardigheidsbekleders die linten doorknippen. Als je een jaar verder kijkt, is dat project is er niet meer. Dus dat betekent, als je dit ballonnetje opwerpt, dan moet je ook zorgen dat je het waarmaakt. En dus betekent dat op zich een heel goed idee. Maar je moet bijvoorbeeld ook eraan denken dat die mensen worden klaargestoomd voor werk. Dat betekent intensieve taaltrainingen. Maar je zult aan de voorkant, want daar ben ik volkomen met Mark eens, van werkgevers moeten interesseren om deze mensen dus ook een baan te geven. Dus het moet echt een geïntegreerd plan worden. Dus wat jullie eigenlijk allebei zeggen is het traject wat erachter zit, dat deugt niet. Nee, maar met name ook, kijk, Jan zegt nu van ja, ik vind dat op zich dan een goede aanpak voor statushouders. Ik niet. Ik vind het dat het een plan moet zijn voor elke Nederlander. Voor iedereen die hulp nodig heeft. En het is elke keer weer een op zichzelf staand geheel. En daardoor krijg je ook dit soort discussies in de maatschappij, waar mensen niet meer accepteren of de acceptatie afneemt om dit soort hele grote plannen op te tuigen. Dan wordt er simpel gezegd, waarom voor ons niet en voor hun wel. En daar zit natuurlijk heel veel tussenin. Maar dit soort zaken, die worden te weinig opgepakt en te weinig voor iedereen gearrangeerd. Zeg je nu eigenlijk eigen volk eerst? Nee, dat vind ik een uitspraak waar een enorme lading op zit. Maar ik vind dat dit sowieso maatschappelijk een aanpak moet zijn die voor iedereen geldt, Nederlander of niet-Nederlander. En dat wordt niet gedaan. En dan kijkt vervolgens de politiek met een scheef oog naar de reacties in de maatschappij, dat men het niet accepteert, dat er veel commentaar op komt en dat er foute uitspraken gaan komen. Omdat mensen zeggen, ja, dit wordt niet gedaan voor mensen in Nederland. Zelfs niet voor tweede en derde generatie Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Die ook, waar ik ook weer met regelmaat van hoor, dat die dit soort zaken ook slecht vinden, dat die ook zeggen van waarom wordt dit zo gedaan en niet voor ons integraal. Jan, je hebt een rood hart, daar ben ik dus absoluut niet mee eens. Helemaal niet? Nee, absoluut niet. Het is zo, er zijn enorm veel werkgelegenheidsprojecten zijn er geweest, echt heel veel. Ik ken ze ook gewoon uit ervaring, onder andere van Culemborg. Er zijn toch projecten waarin onder andere ook de mensen die al heel lang wonen aan die projecten meedoen. Het is dat ze niet gelukt zijn, ja, heeft aan verschillende zaken heeft met dat mee te maken. Betekent niet dat je moet zeggen dat dit project op voorhand kansloos is. Ik ben het met je eens dat het een geïntegreerd verhaal zou moeten zijn. Maar ik vind het te makkelijk. Mark heeft het ook heel erg over het gevoel bij mensen. Daar heb ik weinig mee met het onderbuikgevoel. Het is gewoon zo, alleen maar als we gewoon kijken wat er in Geldermalsen gebeurd is. Sorry dat ik je even onderbreek. Ja, maar het is niet alleen maar een onderbuikgevoel. Nee, dat zijn jouw woorden. Maar het is gewoon zo van op het moment dat je zegt van nou, we gaan het op die manier benaderen. Je kunt het best positief benaderen door te zeggen van oké, als je vindt dat statushouders hier in de regio moeten gaan wonen, dan moet je ervoor zorgen dat goed opgevangen wordt. En als daar een coördinator een goede bijdrage aan kan leveren, moet je het vooral niet laten. Dat wil niet zeggen dat je de andere groepen die het ook hard nodig hebben in de steek moet laten. Nee, zeker niet. Dus het een kan heel prima met het ander. Maar zorg er wel voor dat er een breed draagvlak is. En dat ben ik met je eens. Dus een draagvlak onder de bevolking, onder de politiek. Maar dan zullen ook de gemeentes in de regio zullen hier de handen in elkaar moeten slaan. Om een plan te komen. Waar een plan komt waar iedereen van kan zeggen van hey, dit is te gek, daar gaan wij achter staan. Maar Mark, tot slot reageer daar eens op. Daar is ook wel weer wat voor te zeggen. Ik ben het er mee eens dat het een integraal plan moet zijn, dat alle gemeentes daarin aanpakken. Maar ik vind dat dit maatschappelijk voor iedereen moet gelden, ten alle tijden. En als je het hebt over eens in de zoveel jaren dat wij een probleem hebben met mensen die van buitenaf terecht in Nederland komen om hulp te zoeken, dan moet je al de mensen die je in Nederland hebt, moet je heel erg breed faciliteren, maatschappelijk, maar ook met werkondersteuning, met scholing, met schuldsanering en alle andere trajecten. Dan heb je het draagvlak al liggen op het moment dat je dit soort zaken voor groepen die dan incidenteel met pieken als het ware naar Nederland komt, dat je dat dan al klaar hebt. Dan heb je het draagvlak en krijg je niet de discussies die nu de afgelopen jaren al permanent aanwezig zijn en waardoor je steeds meer scheve discussies krijgt en dat je niet meer op werkelijke argumenten
kunt schakelen. Ik wou eigenlijk afronden, maar er zit nog een man te wip hier op de stoel. Ja, nee, het even kort in twee zinnen. In twee zinnen is wel vrij kort. Doe je er drie. Nou, drie, oké. Okay. Nou, ik ben het niet met je eens. Ik ben het wel met je eens dat je zegt van je creëert draagvlak. Maar je moet gewoon ergens beginnen. Als jij deze mensen hier naartoe haalt en je vindt dat het nodig is, moet je er wat voor doen. En niet zeggen van ja, dan moet je eerst die anderen ook doen en niet eraan beginnen. Nee, gewoon als je ze binnen hebt, moet je het ook serieus nemen en dan moet je er wat mee doen. Ja, maar het punt zit hem in, klopt er wat je zegt, maar dat het wel gezien wordt als één probleem. Nee, maar dat is een ander probleem. Dit is een andere groep, heeft een andere benadering nodig, maar het heeft wel een geïntegreerde aanpak nodig. Waar alle gemeentes in Rivierenland, en ik zeg het nogmaals een keer, met elkaar nog beter moeten samenwerken om die klus te klaren. Ja, regio Rivierenland is gewoon het eigen. Regio Rivierenland blijft een oplossing. Een oplossing, ja. Dit als gewoon een standaard aanpak maken voor iedereen die in Nederland verblijft. En dan maakt het niet uit of het specifiek een vluchteling is die hier komt, of dat het een langdurig werkeloze of iemand met een bijstandsuitkering is. Zorgen dat je vinger aan de pols houdt bij iedereen die in Nederland hier terecht is en zorgt dat die alle ondersteuning krijgt op elk vlak. En dan heb je permanent draagvlak om mensen in nood hier te halen en intensief te ondersteunen. En dan hoef je niet elke keer achter de feiten aan te lopen. Heren, zullen wij afspreken dat wij zelf ook de vinger aan de pols houden? Altijd. Ja. Doen we dat bij deze. Hey, mag ik jullie danken? Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Graag tot volgende week.